er nog op. Nou, doe dan normaal en snel pakken. Snel pakken, Niek. Hebben jullie getopt? Nee. Nee, dat doet alleen Niek met Brit. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag is het een regenachtige dag. Ja, helaas. Dat is even wat minder. Jullie weten dat ik altijd heel erg blij word van zon. Maar goed, het is niet altijd zonnig weer. Helaas. Maar moet je eens kijken wie er vandaag is. Hey! Hey! Joppie! Ik ben vanochtend wakker geworden naast Gio. En er niet heel veel vieze stinkscheetjes gemaakt. Echt waar? Dat is een geheimpje, die zegt hij nooit in zijn eigen video's. Maar wel in de video van Vincent. Was dat echt heel vies? En ik ruik al 6 maanden niks door corona, maar nu wel. Wij gaan eventjes lekker naar de bakker. Ja. Want we gaan ontbijtje halen. Ga even ontbijt. En dan gaan we vandaag... Ga jij vandaag met mij mee op stap? Is goed. Ja? Gezellig. Even het snot door mijn stront geduwd. Oh my god! Hij is gek hoor. Hij is helemaal gek. Doei. Kijk eens even. Broodjes, krusli. Croissantjes, eierkoeken, Niek Rozen. Nee, ik ben hier. Vanmiddag ga ik samen met Niek richting Stefan de Vries. En wat gaan we bij Stefan de Vries doen? Ik ga een klein stukje opnemen voor de Stefan de Vries video. En daarna gaan we gewoon een beetje chillen. Hij heeft ook een nieuw huis, een nieuw appartementje. Dus ik ben benieuwd. Stefan heb ik ook lang niet meer gezien. Dus het wordt vast gezellig. En Joppie gaat vandaag mee. Yes! Hier zien we dus een wilde Gio die de vaatwasser aan het inruimen is. Dit zijn hele unieke beelden. Kijk, hij pakt een glas. Kijk, hij zet hem terug. Wauw, kijk, dit zijn mooie beelden. Dit zijn echt mooie beelden. Wat gaat hij nu doen? Kijk, we weten nooit wat er gebeurt met zo'n wilde Gio. Oh, ja, hij heeft weer wat gevonden. Wat gaat hij ermee doen? Oh, nee joh. Oos! Wat vind je van me? Gast, kijk. Er moet echt even snel wat mee gaan gebeuren, want dit kan niet, man. Dit is echt lelijk. En dan kijk ik hier ook. What the fuck? Niet mooi? What the fuck, ook dit ook hier. En de andere kant? Deze kant is nog echt wel goed gelukt, hoor, voor mijn gevoel. Toch? Okay, zou je deze auto zeg maar zo snel mogelijk van mijn oprit af kunnen halen? Ik wil zeg maar zo'n lelijke auto eigenlijk. Mooie auto's op mijn oprit hebben staan. Kom dan, jongen. Hey, de achterbumper, dat die zo zwart is, dat vind ik wel dik eigenlijk, man. Ja? Dat is zwart. Die achterbumper. Ik vind die diffuser wel echt een beetje matig, zeg maar. Dit is Mansori, toch? Oh, gast, what the fuck? Gozer. Ik krijg alleen maar negatieve reacties hier. Ik word helemaal kapot gemaakt. Nou, doe je auto, want ik sta hier met jouw spullen in mijn handen. Ja, ik zit zelf... Oké, ik doe het open. Doe rustig. Rustig! Yes! We zitten weer in de auto na een hele lange tijd. Nou ja, in mijn eigen auto dan bedoel ik natuurlijk. Maar goed, het is een beetje een vage planning. Ik moet namelijk om 3 uur bij Stefan zijn om een stukje video op te nemen. En daarna gaan we voetballen blijkbaar. Maar Niek die moet nog eventjes langs Noordwijk. En het is nu pas 12 uur, dus wat gaan we doen? We gaan lekker naar Noordwijk. En dan gaan we ergens... op het strand lunchen zijn Niek of zo. En dan gaan we daarna richting Amsterdam. Ik weet ook eigenlijk allemaal niet wat de planning is. Maar we gaan gewoon lekker rijden. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik moet sowieso om 3 uur in Amsterdam zijn. Dat is het enige wat ik weet. Let's go! Hey, ik heb een leuk opdrachtje voor jou. Ga jij maar een leuk restaurantje zoeken waar we de beste takeaway lunch kan halen van de buurt. Het strand. Noordwijk of Zandvoort, Bloemendaal, wat jij wil. Je moet je scheren, jongen. En je moet het thuis even uitknijpen. Zoals jullie zien zijn we nu weer op het kantoor van mijn pa en we gaan weer even tussen lekker broodjes eten en daarna moeten we wel redelijk snel weer richting Amsterdam. En zoals ik altijd zeg, we zijn een beetje aan de late kant. Ja. Hey Finn, ik vind dit vrij bijzonder. Jullie hebben allebei 2 broodjes, jij hebt al 2 broodjes op en Niek die heeft nog een heel broodje. Hoe kan dat? Je hebt maar 1 broodje gehad. Ja, ik kan maar 1 broodje. Volgens mij niet hoor. Waar is die andere vlag dan? Oh my god. Ik had gewoon echt heel veel trek. Bans en flaps, ver. Dit kan echt niet. Ik had gewoon heel veel trek, Jopie. Oké. Ja, in ons leven hebben we geen haast, Vincent. We hadden om 3 uur afgesproken. En het is nu 3:15 en we moeten naar Amsterdam. En we komen vanuit Haarlem, dus we zijn weer te laat. Maar goed. Nou, wat leuk. Zit ik een keer bij jou in de auto, joh. Ja. Het scheelt mij weer benzine. We zijn nu onderweg naar Amsterdam, naar Stefan. Alleen we dachten, ja, we kunnen wel met 2 auto's gaan, maar waarom niet gewoon met 1 auto? Beter voor het milieu. En deze is half elektrisch, dus dat is ook nog beter. Precies. Denk aan het milieu, jongens. 7 turtles. Nou, ik zei dat we te laat zouden komen, maar het valt eigenlijk nog wel best wel mee.
6:06. 6:03. Kijk eens waar we zijn. Hey, hey Stefan. Hey, hallo. Wat heb jij een mooie... Wow, dit is echt gaaf. Dit is echt gaaf. Ik vind het echt gaaf. Dit is hij woont nu op zichzelf. Voor het eerst. En ziet hij gewoon netjes uit. Ja, bedankt. En kan je koken of... Ik kan koken, sterker nog. Ik heb dat gekookt. Wow, top. Ja. Ja, het is bijna op. Kom op. Wij hebben net eventjes iets leuks opgenomen voor de video van Stefan. En wij gaan nu tegen een bal aantrappen op een voetbalveld. Ja, moet je echt die video van mij kijken. Die is echt super leuk. Ja. Die komt dus morgen online. Maar waar komt deze video online? Ook morgen. Echt? Jongens. Om 4:00. Die voor mij om 4:30. Oh. Jongens. Oh. Over een half uur. Deze video is afgelopen. Ga dan meteen naar Stefan's kanaal. Yes, daar zit... Daar zit Nico ook in. Ja. Ja. Rijn, uitstappen. Uitstappen. Rijn, uitstappen! Uitstappen! Hey! Uitstappen! Ja, wat zijn we aan het doen? Rijn, waar is Rijn, de bal? Waar is je bal? Waar is de voetbal? Jij nodigt ons uit om te voetballen en je hebt vervolgens geen bal. Luister dan, ik had een bal en die had ik in de kast gelegd waar die altijd ligt. Castratie! Stap maar even uit! Castratie! Stap maar even uit! Hey, jij bent toch... Oeh! Dit is wel echt... Dit is wel echt ziek hoor, Rij. Helemaal gek, ja, helemaal gek. Rijn belt mij dus. Yo, ga je mee voetballen? Ik zeg, oké. Hij zegt, ik zeg volgens, ik ben met Nieke Vincent, kunnen die ook mee? Ik zeg, is goed. Toen zei ik, heb jij een bal? Dat vroeg ik aan hem. Ik ging ervan uit dat hij het wel had, want anders had hij misschien tegen ons al gezegd van, hebben jullie een bal? Precies. Zegt hij, nee. Ik heb misschien een die lek is. Maar dus, wat is dit dan voor gelul? Dus als ik niks had gezegd, had ik überhaupt al niks gehad. Dus vervolgens zegt hij van, ik neem hem wel mee, kunnen we misschien daar oppompen? Denken wij, nou oké, dus dat was de laatste hoop. Zijn we hier? Heeft hij hem helemaal niet mee? Nee, echt. Hé, zullen we anders gewoon naar huis gaan? Hij is nog hard ook! Nee joh! Nee! What the fuck, ouwe? Dit is wel heel blij. Nou ja! Hey! Nou, wat een toeval! Nou, wat een toeval! Hé! Hey. Hey, wat een toeval! Toeval! Ja! Ja, ja, Rijn! Deze! Oh, Rijn! Oké. Oh ja, we gaan dus voetballen, Rijn. Wij willen eigenlijk niet dat je meedoet, Rijn, met voetballen. Wat een geluk dat er gewoon boven op het dak een bal ligt. Rijn, het had zo moeten zijn. Hey, weet je wat ik trouwens wel echt super lijp vind? Dat je als je hier voetbalt, dat je gewoon zo de skyline ziet daar. Nou ja, skyline. Hier ergens trouwens woont ook Hanwee. Dus ja, dat... gaan we naar zijn huis. Ja, zoek hem op, zoek hem op. Een doosje sushi voor de deur. Oh. Heb je dat? Wow. Verdomme, Niek. Ik dacht ik film even een stukje van hoe we aan het voetballen zijn, maar nee. Maar nee. Maar je hebt precies alles niet gedaan, want ik heb elke keer in de kruising schoot. En nu de bal niet is, kan ik het niet meer doen. Deed jij dat al? Ja. Wanneer? Net, de hele tijd. Oké. Niet gezien? Ja, maar nu kan je het dus ook niet meer filmen, want er is geen bal meer. Kijk, dat de bal weg is, is voor mij wel lekker, want ik had nog maar 3 punten. En als ik verlies, dan moet ik daar met mijn kontje gaan staan. Daar zo. En dan mogen jullie allemaal op mijn kontje gaan schieten. Nou, lekker is dat. Wilde ik net eventjes gaan filmen hoe leuk we aan het spelen waren met z'n vieren met een bal. Is de bal weg. Lekker bezig. Ja, hier, gooi maar. Of schiet of zo. Uh-oh. Oh, nee. Nee. Zit er nog op. Nou, doe dan normaal en snel pakken. Snel pakken niet. Als roodje van het terrein dan. Ja, hij doet altijd heel lang over. Dat vind ik ook, hè. Hij heeft heel lang aan. Schiet op, Niek. Niek, schiet op. Het duurt echt veel te lang, Niek. Ja, volgens mij ging hij daar erop, hoor. Ja, Niek, hij ging... Volgens mij ging hij een beetje aan die andere kant daar. Ja, daar zo. Yes! We hebben hem. Er liep een man naar buiten. Waarschijnlijk is het een beetje de conciërge van de club. Die zei zo... Ai! Moet je op de dak, jongen! Kom maar af! Kom maar af! En wat we nu gaan doen is een crossbar challenge. Oké, de regels zijn dus. Iedereen gaat gewoon schieten om zijn beurt. En degene die als laatst op de lat schiet, die krijgt... Jodenknal. Kontje ros. Jodenknal is aan de lat hangen zonder shirt. Maar goed, we doen kontje ros. Dus degene die als laatst op de lat schiet. Wie wilt er beginnen? Ik begin wel. Oké, laat maar even zien. De grote lat, toch? De bovenste. Ja, de grote bovenste lat. Eén keer voor, jongens. Dan kunnen jullie maar allemaal nadoen. Nee. Hij moet erop toch, of niet? Ja, maar kijk, zo moet het niet, bedoel ik. Oh, nee, ik dacht al. Oké, nummertje 2. Slecht! Zo! Hij is ook echt slecht, hè? Jezus, het slecht. Kijk, ja, maar Rijn heeft de grootste mond, maar hij gaat waarschijnlijk... Hij moet daar boven, toch? Ja, op de lat. En die kraan, als je die kraan raakt? Die kraan raken. En dan krijg je 100 euro. Oh! Wow. Ik schiet hem daar op de lat, hè?
Kijk, zie je. Intense muziek! What's up? Hij zei ik smoke weed net als Kees van de wat? Ik rook weed net als Steven de Vries, dat zei hij. Oh, dat is een leuke grap. Nou goed, iedereen heeft nu misgeschoten. Ronde 2! Hij doet nog één keer voor hoe het niet moet. Nog één keer doet het één keer hoe het niet moet, oké? Okay? Moet je, doe je het nou wel of moet het zo niet? Nee, kijk, ik ga het even laten zien. Zo moet het. Niet. Weet je, ik ga mijn poging gewoon even niks zeggen. Ik ga even de bal voort laten. Oh. Hij zei heel veel. Kak! Ja, sorry, dat was niet de bal. Geef de kost. Kom maar, Rijn. Ja, denk je echt dat dit helpt? Ja, dit ziet er wel goed uit, wat we doen. Jee. Let op. Ik doe nu wel. Oké. Oké. Hoe je zeg maar wel ik dacht dat ik dat met de achter moet schieten. Ja. Mijn goaltje! Oké, okay, Rijn, ik heb een raadsel voor jou. Ik ga niks doen. Vijf. Oh. Nee. Wat ben jij nu? Een idioot op een stokje. Een Mongool op een stokje. Oh, bijna. Ja, dit zat wel dicht in de buurt hoor. Goed gedaan. Oh! Volgens mij hoor ik wat hoor. Volgens mij raakte hij hem hoor. Jongens, ik vind het allemaal zo lang duur inderdaad. Jezus. Ik ben 16 meter. Nee. We beginnen met de crossbar challenge. Oké. Dat waren we namelijk nog niet aan doen, de crossbar challenge. Oké. Ik dacht dat het schieten. Nu ik dacht dat het vlak over de crossbar challenge was. Oké, zal ik weer even een lijpe aanloop doen dan? Oh, wow. Dit is indrukwekkend. Dat zie je niet vaak. Als het nu opgaat, hè? Oh. Ja, jij bent er blijkbaar hangen in dat challenge van net. Ja, net boven. Net boven. Wow! Oh! Oh my god! Wow. Oh! Yes! Dit is bizar! Dit is bizar! Ik hoef er sowieso niet te staan voor billenkos. Stefan, kom bij de club van de coole mensen, zeg maar, die al raak hebben geschoten. Ik kom erbij. Ik ben er klaar mee. Zo. We gaan nu beginnen met de crossbar challenge. Crossbar challenge. Nu gaan we de... Oh, wat slecht. Zo slecht. Holy shit, wat slecht. De ogen doen helemaal pijn. Zo slecht. Ik wou dat ik dit kon ontzien. Ik heb nog nooit... ik wou dat ik dit kon ontzien. Rijn heeft soort van een speciale... zo'n tactiek, doet, hè? Elke keer als hij dit doet, gaat hij wel op de lamp, hoor. Dat is wel waar. Altijd een raakje. Ja. Wow. Kijk, holy shit. Wow. 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 Oh, het scheelde niet veel. Maar ik ga nu op serieus. Dat was hij vermoord. Ik ben er klaar mee. Scheelt dat? Holy shit. Millimeterwerk, echt waar. Millimeterwerk. Al die andere shots ga ik zeg maar niet gebruiken. Ga ik gewoon wegknippen. Maar, nee, maar ik ga nu pas beginnen. Want dit waren een beetje soort van gewoon grappig. Oké. Okay. Oh! Oh! Nee, maar hij stond voor de lijn. Je stond voor de lijn. Jawel, je stond voor de lijn volgens mij, man. Nee. Je schoot echt vanaf voor de lijn. Je ziet hier nog wel in het schot van jou. Ja, ja, dat is het. Die lijn? Nee, dit was het schammetje van je school. Dat is de lijn. Niet zo zeiken, jongens. Oké. Als ik vanaf daar ga, schiet ik in één keer raak. Oké. Nou, Niek, wij zijn al bij de winnaars, zeg maar. Daar heb je losers. PSV en Pekje. Ik ga hierna pas serieus. Oh, zeg maar, Steve, jij wilt het toch altijd spannend houden tot het einde? Ja, ja. Ja, oké. Oké. Kom op, Steve. Was het te lang? Ik sta gewoon hier, hè. Ga maar even afspreken, denk ik, Steven. Hè? Hebben jullie getopt? Nee. Nee, dat doet alleen Niek met Brit. Oh nee, nu moet je wel mijn video kijken die over een half uur online komt. Jij bent Rijn. Rijn, je bent. Jij bent gewoon echt heel slecht. Ja, dat is echt dit niet eerlijk. En als je zeg maar zo nu de lijn pakt, is... Nee. Klopt niet, dus ik ga niet ook vanaf hier, want dat mocht jij niet. Ja, doe maar. Nee, heb je gelijk in hoor, doe maar. Oh, wat slecht. Wat slecht. Jezus. Oké, ik ga nu serieus. Hoe vaak heb jij al gezegd... Nu ga ik serieus. Nu ga ik echt serieus. Maar Vincent, heb ik het één keer gemeend? Huh? Nee! Oh, dus... Nee. Ja, oké, Rijn mag nu twee keer niet schieten. Links, dat telt niet. Jawel. Nee, dat telt niet. Is dit nu serieus? Echt serieus? Even serieus. Nu even tempo maken, ben ik klaar, man.
Jongens, de mensen thuis krijgen het niet mee, maar ze hebben letterlijk al 30 pogingen gehad. Helemaal niet. Jawel, helemaal niet. Hij edit ergens hetzelfde schot achter elkaar. Ik ga op de foto en meteen als de foto is genomen, schiet ik op. Oké, dat is goed. Is het mooi? Oké. Oh, dat zou super cool zijn als het wel was gelukt, maar het lukte niet. Nee, ze schiet hem naast de lat. Het lukte gewoon precies. Jezus. Nou, poging 76 van Rijn. Hey jongens, ik heb tegen mijn moeder gezegd dat ik vanavond thuis eet. Is dat oké? Ik heb ook tegen jouw moeder gezegd dat ik vanavond thuis eet. Wat zeg je? Stefan zegt elke keer. Serieus. Elke keer? Gast, dit is de eerste keer dat ik het zeg. Ik ga nu hem ook gewoon... Ja! Oh, ja! Yes! 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 Dit was toch je eerste schot? Dit is gewoon in één keer. Nee, wat? Dat was de verkeerde lat. Het is de witte lat. Huh? Het is een zilveren lat. Echt? Dat is toch beter dan witte lat? Het is ook nog kleiner. Oh. Ik zat door de camera te kijken, dus ik zag het niet. Gaat die lat ook nog kleiner? Oh. Jij raakt helemaal niks. Ja. Ja. Wat is dan beter? De zilveren lat of de witte? Dat vind ik. Wel rij. Ik heb hem al geraakt, maar ik ga nog één keer. Je gaat nu gewoon weer plat. Oh. Ja, maar... Hij gaat er doorheen of zo, nee, dat zie je dat wel. Oh, jongens, ik word moe van jullie. Kom op, Rijn. Oh! Oh! Oh ja! Ja, Steve! Willy! Ja! 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 Dat is heel mooi, Rijn. Waarom? Nee, want je moet sowieso Billy. Hoezo? Je hebt nog een laatste kans. Ja, maar luister, als jij dan nu raakt, wie gaat er dan Billy staan? Ja, dan moet het nog een keer. Ja. Nee, dat was niet de afspraak. Schiet maar gewoon ik voor me. Oké, als je nu raakt, dan hoeft het niet. Ja, ga maar staan. Nee, ga maar staan. Hey, trouwens. Vanaf deze lijn. Wat wil je nou weer, man? Vanaf daar. 5 meter. Ik ga de 5 meter. Nee, mijn 5 meter benen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Compromis ertussenin. Doe maar, we doen hier. Dit lijntje. Oké. Ja. Jezus! Die was zo ver naast. Ah! Oh! Oh, lekker! Oh, ik wil eigenlijk wat dieper. Maar ik wil nog één keer dan nu serieus. Dan schiet ik hem even op de lat. Oké. Okay. Nu, zeg maar, nu. Net hebben we elke keer een beetje voor de lol gedaan. Maar Stefanie wil heel graag een keer echt laten zien. Want anders komt het ook verkeerd over in de video. Snap je? Het is zeg maar ook gewoon even een beetje imago. Dus laat maar even. Imago dingen. Anders mag ik niet meer mee. Nee, dus precies. Ik ga nog één keer zien hoe het moet, want ik wilde het net doen. Alleen toen moest ik opeens daar staan. Dus anders had ik gewoon dit gedaan. Oké, nu nee. Kun je editen dat je erop gaat? Oké, nu is het echt klaar. We sluiten het af. Stop. Stoppen. We hebben net nog een spelletje gedaan en ik heb verloren, dus... Ik schoot hem heel vaak op de lat te houden net. Ik wilde het nu wel. Wacht eens even, trouwens. Nu ik zo kijk, ben jij niet van Be Brave? Ja, Kai. Oh ja, leuk. Oh! En nu kan hij wel raken! Kijk hoe ver die bal op neer. Ja, hij staat er helemaal naar het gebouw, daar. Hammees huis zo. Wil je jezelf een keer filmen als je... Ja. Oh! 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 Ik word kapot gemaakt hier. Oh mijn god. Oh. Hij ging al bijna janken, hè? Oh, hij schaapt over mijn kuit. Ik wil een panna maken, weet je. Dus gelukt. Stefan wil zo graag een keer op de lat schieten. Misschien dat het nu wel lukt. Nou. Oh! En het lukt hem ook nog eens. Oh, Steve, kijk, dat is het dus. Als de camera uit is, dan pas ga je serieus. Ja, maar ben je verbaasd dan? Nee. Oh, na echt 50 shots inderdaad heeft Stefan eindelijk een keer op de lat geschoten. Steve, ik ben trots op jou, jongen. Enkele dagen later dat er iets was. Oh, kijk eens eventjes waar ik ben. Ik ben weer lekker thuis. Ik ben er weer. Vind je het leuk dat ik weer een keer thuis ben? Heel leuk, ik heb je gemist. Leuk hè, ik ben er weer. Maar ik ga nu lekker naar boven. Dag. Vermoeiend altijd, joh. Nee, grapje. Mijn ouders zijn heel erg blij dat ik er weer ben. Want ik was vanaf donderdag al bij Gio. En het is nu maandagavond, dus dat is het een lang weekend, zeg maar. Dus ze vonden het wel even leuk dat ik weer thuis was. Maar goed, ik ga de video afsluiten. Ik heb vandaag een leuke dag gehad. Lekker gevoetbald met de gasten en een beetje gelachen. Dus vonden jullie dit nou ook een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan super lekker. En dan spreek ik jullie later!